Ja. Dit was weer een foutje van Roland Baas. En het is begonnen. Het staat onder leiding van Pim Weghorst. Dan zegt u natuurlijk, hé, dat is een bekende naam. Hij is een achterneef van Wout Weghorst. Diepe bal op de lopende Nick Hak. Kijk, dit is heel goed van Lars Huber. Kijk, ja hoor. En het is weer zover. Een doelpunt. DVS komt weer achter. Heel goed lopende aanval. Via Lars Huber natuurlijk. Dat doen ze in een iets te laag tempo. Mike Arends nu. Oeh, verkeerd paasje. En dat kan de inleiding zijn tot, maar nu dan gelukkig niet. Ian van Otterlo op inzet. Goed. Roland Baas. Zet die bal daarvoor, maar ja, hij zit erin. Mooi. Prachtig. Mike Arends die daar scoort. Pracht van een paas. Ja, dat is een doelpunt. Pracht van een doelpunt van Sam de Wit. Niet te geloven. Helpen ze Dovo ook nog een keer. Maarten van Dijk. Tomeloze inzet, Maarten. Nu, Dovo. Diepe bal. Prima bal, mag ik wel zeggen. Komt zo meteen de voorzet. Schot. Prachtig doelpunt. Lars Vermeulen. Wederom. Lars Vermeulen. Ja. Ja, ja. Lars Vermeulen. Man of the match. Hattrick. Lars Vermeulen. Ex-Hercules. Spits met veel mogelijkheden. En die gaat daar gewoon heerlijk in zijn eentje vandoor. In de defensie. En Basile Camara en Sam de Wit praten met elkaar op een niet leuke manier. Je laat gewoon je man gaan. Ja, kijk. Dan zie je dus dat er wat aan de hand is. Verdedigend gezien bij DVS. Na vervolgens verwoestend te schieten. Nou, dat heeft DVS geweten. Kijk. Gatenkaas. Komt ie. De 5-1. Ja hoor. Hatsiki Batsi. Martins. Luninho Martins. Er is veel te bespreken de komende trainingen. U bedankt voor het kijken naar DVS TV, de livestream. En Lars Huber en consorten, gefeliciteerd. 5-1 voor Dovo.